Feestweek bij Dorcas. Vrijdag, taxatiedag. Ze kunnen vanaf 10 uur bij ons binnenkomen. En dan krijgen ze een nummertje. En voor het aantal artikelen wat ze meebrengen en willen het laten taxeren, dat kost €2,50 per artikel. En ze mogen maximaal 4 artikelen meebrengen om te laten taxeren. Oké, en wat voor artikelen kunnen we dan aan denken? Of is het, kan alles meegenomen worden? Dat kan van alles zijn. Iemand kan komen met bijvoorbeeld een oud boek of een oude Bijbel. Of met een schilderij of met een bord of een vaasje. Het kan van alles zijn. En komen er meerdere taxateurs? Komt er één? Hoeveel kunnen we er verwachten? Er komt één taxateur. En de ervaring die wij uit het verleden hebben is dat ze al gauw een 80 tot 100 taxaties kunnen doen. En verwachten dat ook deze keer? Ja, dat weet ik niet. Vorig jaar hebben wij een taxatiedag gedaan. En toen hadden we 110 klanten. Maar er zit niet echt heel speciaal iets heel speciaals bij. Meestal zijn het familieherinneringen. Dat de mensen willen weten van heeft dat wat waarde. En dan nemen ze het mee. Heel vaak hebben de mensen ook het idee dat het meer waardevol is dan dat in de praktijk is. En dan als laatste nog donderdag en zaterdag. Wat staat er dan op de planning? Donderdag hebben we een modeshow met onze eigen mensen. Dus die lopen met de kleding uit onze winkel lopen ze om 11:30 een keer en om 14:00. En zaterdag dan hebben we een ijskar hier. Echt een oude ijskar en dan kunnen alle mensen die kunnen gratis een balletje ijs krijgen.